Op bezoek bij de buren in Liemde. Dat klinkt gezellig, maar volgens mij is het ook gezellig. Omroep Dommelland Nieuwsflits. De bloemen staan er nog van de opening. Ja. Was het gezellig? Heel gezellig. Nou, het ziet er hartstikke gezellig uit hier. Maar wat is precies bij de buren? Bij de buren is een eventlocatie. En de mensen kunnen hier vergaderen in combinatie met een lunchdiner of een borrel. Hier kan een afscheid gevierd worden. Gezellig samen zijn na een begrafenis of een crematie. Mensen kunnen hier een feestje geven. Eigenlijk is mijn slogan proost op het leven. En dat is veel omvattend, want dat kan van alles zijn, zeg maar. Juli 21 had ik niet gedacht dat we nu per begin april er zo bij zouden zitten. Maar ja, we hebben al meerdere ondernemingen in ons leven opgezet. Van niets iets maken, dat is eigenlijk wel onze kracht. En nou ja, deze keer in de horeca, en dat is me niet geheel vreemd, want op 14-jarige leeftijd ben ik daar mee begonnen, zeg maar. Dus, hoe? Ja, toentertijd nog, voor de mensen die het weten, de oude Liemse Barrière. Ja, daar ben ik als afruimertje begonnen. En van afruimertje serveerster. Daarna heb ik bij Hotel van Bokstel, nu plein 2, mijn meters gemaakt, zeg maar. Ja, toen zijn we eigen bedrijf begonnen in auto's poetsen. Dus toen ben ik van de horeca... Iets heel anders. Heel iets anders, maar toen wilde ik mijn man ondersteunen. Dus zijn we dat gaan doen. En uiteindelijk door de jaren heen alle accessoires die op een auto van toepassing waren, verkochten wij. En toen in... ja, rond een beetje 1990 begon de autotelefoon in beeld te komen. De koffertjes hebben we nog verkocht, zeg ja, maar. Ja, ik ken ze. Ja, en toen zijn wij in de Kasteelaan, hebben wij dus autoaccessoires gedaan. En ik hoop dat de gemeenschap in Liemde en omstreken bij de buren een fijne locatie vindt om te zijn. Want natuurlijk is het van ons, maar ik hoef niet altijd het gezicht te zijn die achter de tap staat. Ja, maar het is een mooie locatie, want er gaat buiten ook heel wat plaatsvinden, denk ik. Ja, we hebben ook diverse grote evenementen. Kermis was hier altijd al een heel dingetje en hebben we afgelopen jaar al 2 keer. Maar de eerste was zittend, want het was coronatijd. Vorig jaar was het echt een gigantisch succes. Kermisexploitanten, bewoners, alles. Iedereen vond het geweldig. Ja, en ik zie ook een podium, dus er zullen ook wel bandjes en zangers. En, Ja, wij presenteren met regelmaat een bandje. We hebben komende paas zaterdag hebben de Explosion Rockets voor het eerst. Om er toch een beetje onze... De oude rockers onder ons. Ja, nou ja, ik denk dat de jeugd het ook wel leuk vindt. Maar ja, wij houden zelf daar ook wel van, zeg maar. Dus ja, dus afgelopen zondag bij de proeverij hadden wij gewoon een Into FM. Dat is een gitarist met een zangeres. Was ook superleuk. Dus... Jij zegt proeverij, maar dat... Dat wil je ook vaker gaan doen. Nou, zondag was zo'n succes dat de mensen die er waren vroegen van... Nou, dat moet je iedere zondag doen. Nou ja, iedere zondag is ook zo'n dingetje, want dan wordt het gauw eentonig. Maar we zijn wel conceptjes aan het bedenken van wat een terugkerend verhaal kan zijn. En dus de mensen moeten ons maar goed volgen op onze website of onze agenda. En we communiceren met een grote banner buiten. Ja. Nou, ik denk dat het een verrijking is voor Liemde. En ik wens jullie heel veel succes. Nou, dankjewel. Thank you.